Ik ben Paula Schulding, vastgoedontwikkelaar bij Mitros. Mitros is een grote woningcorporatie in de stad Utrecht. Wij bieden ongeveer 65.000 mensen een onderdak. We zijn er vooral voor de mensen met een laag inkomen, want we vinden dat iedereen recht heeft op een goede woning. De stad Utrecht groeit. En dat betekent dat het aantal sociale huurwoningen mee moet groeien. Dat doen wij bijvoorbeeld door het slopen van slechte woningen en op die plek nieuwe, goede woningen terug te bouwen. In het plan Nieuw Buurland staan momenteel 150 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn technisch slecht en opknappen kosten veel geld. We zijn daarom 2 jaar geleden gestart met het maken van nieuwe plannen voor deze locatie. In het SPVE staan de kaders voor het woningbouwprogramma. Er zullen in ieder geval meer sociale huurwoningen terugkomen. Maar we bouwen ook woningen in het middenhuursegment. Een sociale huurwoning heeft een maximale huurprijs van €737. Een middenhuurwoning heeft een huurprijs tussen de €737 en de €1000 per maand. Als het SPVE is vastgesteld en het bestemmingsplan is gewijzigd, zullen we starten met de sloop en daarna met de nieuwbouw. De totale uitvoering zal naar verwachting ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, zullen de nieuwe woningen in 2024 verhuurd kunnen worden. Naast huurwoningen onderzoeken we of het ook mogelijk is om koopwoningen terug te bouwen. Dit mogen we als corporatie niet zelf en daarom kijken we momenteel of we kunnen samenwerken met een andere partij.